Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. Dag dames en heren, we zijn hier op een hele bijzondere plek in Montfort bij een prachtig kasteel waar de heer Koenen ons van alles over gaat vertellen. Dag meneer Koenen. Welkom op kasteel Montfort. Nou, fijn dat u er bent. Ik vind het heel fijn om uw gast te zijn. Nou, komt u binnen. Dank u wel. Goedemiddag kijkers. We zijn hier in het kader van de Hoed en de Rand op een hele bijzondere plek. Mijn naam is Benno Kroeze. En wat is uw naam? Mijn naam is Veder Koenen. En wat voor functie hebt u hier? Ik ben voorzitter van de stichting Kasteel Montfort en die is eigenaar van het Rijksmonument Kasteel Montfort. En hoe lang bent u al voorzitter? Ik ben voorzitter van 2000. Dat is al een hele tijd. Ja. En blijft u het ook nog lang, denkt u? Nou, het bevalt me goed. Het gaat nog goed. Maar dat moet je op enig moment wel overdragen. Nee, dat snap ik. Maar is het werk te doen? Ja. Ik krijg er energie van, het kost veel tijd. Mensen vragen wel eens, word je er niet moe van al die tijd? Maar van sommig werk krijg je energie. Oh, prima. Ja. Het heet hier ook de Heerlijkheid, hè? Waar komt de naam de Heerlijkheid vandaan? Mensen kennen tegenwoordig nog wel de term van een hertogdom of een graafschap. Hè? Dat is een geografisch gebied waar dan een hertog de baas was of een graaf. Nou, in iets lagere hiërarchie had je vroeger ook dat iemand heer was. Dus heer, en dat gebied heet dan een heerlijkheid. En we hebben die naam ook gepakt omdat dat anders dan graafschap of hertogdom. Ja. Het heeft iets Bourgondisch, hè? Ja, het is een hele leuke naam. Ja. Ik begreep dat dit een van de grootste kastelen oorspronkelijk is geweest van Nederland. Ja, dat klopt. Het is sowieso dat je moet kijken, wat versta je onder een kasteel, hè? We hebben tegenwoordig vaak dat we de hoofdburcht het kasteel noemen. Ja, misschien kunt u dat toelichten. Ja, dus een kasteel is eigenlijk een gebouwencomplex waarin wonen en verdedigen gecombineerd werd. Het hoofdelement daarvan, dat was de hoofdburcht. Dat is wat we tegenwoordig vaak het kasteel noemen. Mm-hmm. Dan had je vaak ook nog de voorburcht. Je had nog allerlei bijgebouwen, economiegebouwen, boerderijen die erbij hoorden. Dus afhankelijk van de definitie die je hanteert, is een kasteel groter of kleiner. Als je naar de hoofdburcht kijkt van kasteel Montfort, dan is die meer dan 2500 vierkante meter. En ja, daarmee behoort hij toch wel tot de buitencategorie van kastelen. Kijk je naar de grote omvang, dus de brede definitie, dan begint kasteel Montfort in de kern, of net buiten de kern van Sint-Joost, met de boerderij de Schrevenhof, de Schravenhof, de Hof van de Graaf, dat was de oorspronkelijke kasteelboerderij, en eindigde het kasteel in de bebouwde kom van Montfort met de derde kasteelpoort die daar stond. Die staat er niet meer. De funderingen liggen nog onder het asfalt. Oh ja, misschien een reden om dat ooit eens op te bouwen. Kunt u iets van de geschiedenis van het kasteel vertellen? Ja. De bouw van dit kasteel moet je echt zien met de opkomst van de macht van de graven van Gelre. Houdt ook ontegenzeggelijk verband met de opkomst van de stad Roermond. Die is ongeveer rond 1200, hè, wat zal geweest zijn, 1208 wordt gezegd, de stichting van de Münsterabdij. Dat was vrij recent, 800 jaar geleden. Graaf Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant. Nou, en zij hadden twee zonen. Dat was heel fijn, want dan had je een reservegraaf. En mocht met de oudste iets gebeuren. Dus de oudste graaf volgde Gerard op als de nieuwe graaf van Gelre. Otto en het jongere broertje Hendrik. Die moest dan in de coulissen klaarstaan, mocht iets met Otto gebeuren. En in de coulissen was het dan vaak een kerkelijke carrière. Dus Hendrik van Gelre, want dan had je officieel geen kinderen, hoefde daar niet mee gedeeld te worden. En zo hield hij het bezit bij elkaar. Dus Hendrik van Gelre die werd proost in Xanten. Domproost in Utrecht en op een gegeven moment zelfs prinsbisschop van Luik. Ja, proost is bisschop dus. En dus een ondersteunende functie van de bisschop, ja. Maar wel een hoge functie. Domproost in Utrecht in de tijd dat daar ook de Domkerk gebouwd werd. Prinsbisschop van Luik was destijds een van de machtigere functies hier in de buurt. En het vermoeden is dat hij rond 1260, toen hij in Luik prinsbisschop werd, van zijn broer alle losse Gelderse bezittingen ten zuiden van de Roer gekregen heeft, om daar inkomsten uit te halen.
Nou, zo'n priesterbroer die maakt er dan een eenheid van. Dus hij wordt gezien als de eerste heer van Montfort. Hij heeft ook rond 1260 begonnen met de bouw van dit kasteel. En dan wist je ook zeker dat als hij stierf, dat er officieel geen erfgenamen kwamen. En dat het daarna weer terug kwam in het bezit van de graven. Was een handigheidje. Ja, hij is dus in 1284 overleden en is in de Münsterkerk in Roermond begraven. Wat ik daar persoonlijk interessant aan vind. Hè, iedereen kent dat praalgraf daar in die kerk. Nou, daar gaat het om. Maar de belangrijkste personen in een katholieke kerk liggen in het meest oostelijke graf. He, want het, nu dagen in het oosten, he, daar komt dat is ook waar het altaar is. Voor het praalgraf ligt nog een graf, onder de vloer. Daarin ligt Hendrik van Gelgen begraven. Dat vind ik intrigerend waarom hij een prominentere plek heeft in de Münsterkerk dan het praalgraf van zijn ouders. Oh ja, nou dat is grappig, dat moeten we een keer uitzoeken. Nou, daar ligt nog een vraag wie toch de afbouw van de Münsterkerk bekostigd heeft nadat de stichters gestorven zijn. En dan heb ik wel een vermoeden. Oh, dan zou hij dat kunnen zijn. Dan zou je op zoek moeten gaan naar een kapitaalkrachtig iemand die sympathiek staat tegenover de familie. En als je dit kunt betalen, als je prins-bisschop van Luik bent, dan kun je misschien ook de bouw van zo'n kerk in Roermond verder bekostigen. Ja, ik heb gelezen dat iemand hier zijn vader heeft opgesloten. Ja, dat zit daar ook in de familie. Hè? Dan gaan we weer een paar generaties verder. Hendrik stierf. Het gaat naar de oudste zoon van Otto, zijn broer, dus naar Reinoud, zijn neefje. De Graaf Reinoudstraat in Roermond is daar. Oh ja, die ken ik. Ja, bij de Koepelkerk daar in de buurt. Ja. Reinoud van Gelderen die is op enig moment door zijn eigen zoon weer, Reinoud II, 2 jaar opgesloten op de Veluwe. Zo. 1318-1320. En toen werd daar schande van gesproken. En toen is hij opgesloten hier op kasteel Montfort. Dus hebben ze hem nog wat verder weggeschopt. Ik dacht 6 jaar, hè? Ja. En waarom sloot hij zijn vader op? Ja, als je naar de leeftijden gaat kijken, hè, en je gaat ook kijken dat mensen destijds wellicht zelf de kwalen hadden dan mensen dat tegenwoordig hebben, zou het zomaar kunnen zijn dat zijn vader seniel geworden was. Hij werd in ieder geval niet meer in staat geacht om het graafschap te besturen. En de zoon nam het over. En heeft hier dus 6 jaar lang in de grauwe toren van het kasteel opgesloten gezeten. Is hier ook overleden. Ja, dat heb ik gelezen. Meneer Koenen, hoeveel vrijwilligers hebt u hier? Ik denk als we bij elkaar gaan optellen, en ik tel de tuin mee, dat we rond de 25 uitkomen. En dat zijn mensen die hier meerdere malen per week actief zijn in de zomermaanden. Dat zijn mensen die een middag komen helpen, dus het varieert. En zou u nog nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken? Zeker. Misschien kunt u een oproep doen. Ja, hartstikke mooi. Dan moet je altijd naar de camera kijken. Ja, kijkt u maar naar de camera. We hebben hier hartstikke leuke werkzaamheden te doen. Het is werken met mensen. Het is mensen ontvangen die op stap zijn, die zin hebben in iets leuks. Dus we kunnen mensen gebruiken voor de openstellingsploeg. Dus de kassaploeg noemen we dat. Die verzorgen ook het terras. We kunnen altijd handige mensen gebruiken in de klusploeg. En we hebben mensen nodig met groene vingers die in de zomermaanden ook het buitenterrein mooi onderhouden. Wij zitten hier in een prachtig keldercomplex. Ik begreep, is dat rond 2011 ontdekt? Of? Ja. Waar we nu zitten zat 6,5 meter zand en puin. Dus we hebben hier 1400 kuub uitgehaald. We wisten dat hier kelders zaten, omdat hier helemaal achter ons, daar kon je aan de andere kant bij komen, zag je dat daar een dichtgemetselde opening zat. En achter jou, dat daar een dichtgemetselde deuropening zat. Maar wat daartussen zat, wisten we niet. En het ontbreekt dan aan oude kaarten, oude tekeningen, foto's al helemaal. Als het al dichtgegooid was, dan is het al meer dan 150 jaar geleden. Dus er was maar één manier om erachter te komen. En dat is de schep de grond in. Ja. Ja. En hoe lang heeft het geduurd eer u de kelders leeg had? Dat hebben we in 2 fasen gedaan. We zijn in 2011 begonnen om eerst eens te kijken wat er zit. En toen zijn we op een moment overgestapt op het leeggraven met een minigraver. En die minigraver die moet over een helling het zand weer naar boven transporteren en dan in depot plaatsen. Dus er liep hier een helling zo schuin naar beneden. Dat ongeveer achter waar jij zit, daar hebben we toen het vloerniveau van de kelders aangetroffen. En zo liep het langzaam naar boven. We hadden net het bovenkant of de onderkant van het boogje hadden we toen vrij. Toen zijn we gestopt, ook omdat voor dat onderzoek het geld op was, maar ook omdat we toen al merkten dat die kelder een bepaalde symmetrie heeft. En dat wat we vrijgegraven hadden voldoende informatie bevatte voor het totaal. Dus als je 1 nis helemaal in beeld hebt en je weet dat die 2e even breed en even hoog is, dan kun je het knippen plakken.
En dat is toen aanleiding geweest om te zeggen van oké, we gaan eerst eens even, voordat we hem helemaal vrijgegaan hebben, eerst even nadenken, wat kunnen we ermee? Want je kunt ook nog altijd besluiten om hem weer dicht te gooien. Hè? Dat zou zonde zijn. Nou ja, maar als je er niks mee kunt, dan is de beste manier van bewaren is weer toedekken. Daar hebt u gelijk. Ja. Dus we hebben er toen voor gekozen om hem, om het avontuur aan te gaan, om de gewelven, want die waren allemaal weg. Dus wat boven ons zit is nieuw. Dat zie je er niet aan, dat is mooi gedaan. Nou, als je heel erg je best doet, zie je het wel. Nou, ik ben leek. Je ziet tintverschillen tussen de kleuren van de kolommen. Je achterkant, die zijn wat paarsig, hè, boven het paneel. Ja. En dan zie je dat het wat rooier wordt. Maar het is toch heel verantwoord gedaan. Zeker, dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Om het niet met moderne materialen te doen. Omdat we bang zijn dat wat tegenwoordig modern is, misschien over 20, 25 jaar niet meer als zodanig herkend wordt. U hebt hier ook een heel tuinencomplex. Kunt u daar iets van vertellen? Ja, aan de overkant. Zoals ik in het begin al zei, dat kasteel moet je zien als een soort kasteelcomplex vanuit de geschiedenis. En ik heb ook in het begin verteld dat een kasteel de woonfunctie en de verdedigingsfunctie gecombineerd is. Maar op enig moment was de ontwikkeling van de wapens dusdanig dat er geen houden meer aan was met die hoge muren. Dus zeg maar, toen het kanon opkwam, was het met de meeste kastelen gedaan. Dan zie je dat die verdedigende functie die verdwijnt. En dan wordt die woonfunctie steeds dominanter. Dat hebben ze bij dit kasteel gedaan door in de 18e eeuw de zuidkant te slopen. En dan een hellend plateau naar beneden en dan aan de overkant van de weg om daar een symmetrische Franse tuin aan te leggen. Nou, die tuin is in de loop der tijd weer verdwenen. Er is een boerderij, heeft daar zijn stallen opgeplaatst. En met het stoppen van die boerderij was het een idee samen met het Limburgs Landschap, daar werken we heel nauw mee samen, om te kijken van, goh, wat is er nog van die tuin in die ondergrond terug te vinden? En maakt dat een reconstructie verantwoord? Dus niet een fantasietuin aanleggen, maar dat je hem ook aanlegt zoals die ook geweest is. Had u nog tekeningen? Er waren meerdere tekeningen en die verschilden onderling behoorlijk van elkaar. Ja. En er waren hele sobere tekeningen. Er waren tekeningen bij dat je gewoon zei van nou, daar kunnen ze in Versailles nog een puntje aan zuigen. Zo. Ja, dus bij tekeningen moet je altijd op je hoede zijn. Een tekening is geen foto, hè? Nee, nee. Dus het kan ook daar kan ook een wensbeeld in zitten. Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, dat heeft het Limburgs Landschap uitgevoerd. We wisten dat het een symmetrische tuin was met een rechte padenstructuur en haaks daarop ook paden. Dus als je dan diagonaal over het perceel sleuven gaat graven, kun je in de ondergrond nog dichtgegooide waterlopen tegenkomen bijvoorbeeld. Ja, want er was de beek had er geloof ik ook doorgestroomd. Beek en allerlei waterpartijtjes, maar ook wandelpaden en dat soort zaken. Dus, en vervolgens zijn we gaan kijken van welke verstoringen zien we in de huidige ondergrond, die erop duiden dat daar een beekje dichtgegooid is, want dat doe je meestal met andere grond en herken je dat. En door die met GPS nauwkeurig op een kaart te zetten, ga je daar vervolgens van die historische kaarten overheen leggen. En dan zeg je, die past niet, en dit is hem. Ja, leuk. En op basis daarvan is door Ben Taken uit Melik, tuinarchitect, is een nieuw ontwerp gemaakt en is de tuin opnieuw aangelegd. Is het veel werk om de tuin bij te houden? Ja. Ja. Daar zoekt u nog vrijwilligers voor? Vrijwilligers altijd nodig. Ik denk wat een goede keuze geweest is van het Limburgs Landschap. De tuin bestaat uit 26 tuinvakken. Om die tuinvakken niet meteen vanaf het begin met een eenmalig investeringsbedrag allemaal op niveau 9,5 in te richten. Maar om vanuit een soort centrale allee te starten en afhankelijk van hoeveel vrijwilligers je hebt en ook lokale ook initiatieven verder te groeien. Ja. En wat daarin echt helemaal geweldig is, is dat er een initiatief gekomen is vanuit de wijngaard, de Deelgaarderberg uit Mariehoop. Ja. En die hebben aanvankelijk twee van de grootste tuinvakken geadopteerd voor voor wijnranken? Hun Solaris en een Rondo, een witte en rode wijn. Aanvankelijk alleen witte wijn. En daarna zijn er nog twee tuinvakken bijgekomen voor de rode wijn. Wordt er al wat gebotteld? Jazeker. Ja, dus we kunnen hier een flesje kopen. Jazeker. Ja. Nou, dat is een goed idee. Kunt u iets vertellen over de activiteiten die hier mogelijk zijn en die u al doet? Ja. We zijn ooit gestart met dat we zorgden dat het in de zomermaanden voor het publiek toegankelijk is. Nou, dat is nog steeds een van de belangrijkste activiteiten. Dat is ongeveer van half april tot begin oktober. We organiseren evenementen. Kunt u eens wat voorbeelden geven? Ja, dat kan kleinschalig zijn. Een klein festijn op Tweede Pinksterdag, vooral gericht op gezinnen met kleine kinderen. Dan heb je door van een poppentheatertje. Ze kunnen hun eigen familiewapen hier in de kelder schilderen. Oh, dat is leuk, ja. Ja, dat is een hit. Ja, leuk. De kinderen gaan helemaal los.
Tot en met Groot Middeleeuws Festijn dat we afgelopen jaar voor de zesde keer hebben georganiseerd. En dan heb je het over 200-300 mensen in historisch kledij, kanonnen. Ja. En omdat we sinds 2017 ook volledig horecabestemming hebben, kun je hier dus ook in deze kelders, maar ook op het boventerras of elders op het terrein, kun je ook boeken voor feesten en partijen. Ja, want wij zitten in fraaie stoelen. Ja. En u vertelde mij dat daar ook, als je hier komt trouwen, mag je in deze stoelen zitten. Ja, dat klopt. Om in de echt verbonden te Precies. worden. Precies. Dat is Kasteel Montfort is al 15 jaar een trouwlocatie. En aanvankelijk was het alleen voor de trouwceremonie. En nu kunnen we hier ook het complete dagprogramma aanbieden. Ja. Ja. Verder heb ik begrepen dat men van plan was hier windmolens in de buurt te zetten. En dat u die hebt kunnen tegenhouden. Er zijn twee gemeenten die van plan waren en er is er nu nog eentje die dat steeds van plan is. Nee, de gemeente Roerdalen vond het een prima idee om hier vlakbij het kasteel windmolens van hou je vast tot 250 meter te plaatsen. Even voor Roermondse begrippen, dat is de televisietoren plus 100 meter. Nou, ongelooflijk. Ja, dat is... daar ligt een opgave hè, voor duurzame energie, hè, maar... Waarom moet je die hier zo hoog maken? Omdat dit een van de meest windluwe gebieden van Nederland is. Dan is het dan wel verstandig om ze dan hier neer te zetten. Nou, dat was ons punt. Misschien moet je dan terug naar de tafel en moet je zeggen, dan is dit misschien niet zo'n goed idee. Precies. Nou, wat nu nog actueel is dat de gemeente Echt Susteren nadenken is om 5 van dit soort joekels te plaatsen. En is het gebied hier vlak aangrenzend een van de 3 zoekgebieden. Maar kunt u tegenhouden, denkt u? Nee, tegenhouden. Wij gaan kijken dat degenen die de beslissing moeten nemen ook echt alle goede argumenten op tafel hebben. We hebben hier bij de gemeenteraad gemerkt dat het aandragen van aanvullende informatie, ook over wat de duurzaamheidsimpact van de windmolens zelf is. Als je alleen al hebt over 900 kuub beton in de fundering van zo'n ding. Als je weet waar de wieken van gemaakt worden, wat dat jaarlijks aan kilo fijnstof oplevert in westelijke richting, je woonkern en dergelijke. En het is niet om daar een soort wappie verhaal omheen te doen, maar ik vind dat je het totale verhaal moet doen. En ook je af moet vragen, en wat doe je over 15 jaar met die windmolens? U laat het toch nog toe? U gaat niet protesteren om ze tegen te houden? We hebben ons actief ingezet om te zorgen dat er het completere verhaal lag. Waarbij wij tot de conclusie gekomen waren dat het beter was om na te denken over andere oplossingen. Nou, hopelijk luisteren ze naar uw argumenten. Ja. Ik las ergens hier iets van vrouwen zonder kop. Ja. Wat is dat? Dat is ons eigen kasteelspook, hè? Oh, vertel eens. Nou, als je gaat uitzoomen, dan heb je in Limburg misschien wel 30, 40 vrouwen zonder kop. Oh. En misschien zegt dat ook wel iets over hoe vroeger tegen vrouwen aangekeken werd. Ik heb verteld over de heren van Montfort. En op een gegeven moment ging de titel heer van Montfort over op de graven en hertogen van Gelre. Maar ja, die regeerden van Zutphen tot en met Nieuwstad. Dus die waren niet permanent op ieder kasteel aanwezig. Dus die... wezen mensen aan die namens hun delen van hun gebied bestuurden. Dus het hertogdom viel in 4 kwartieren uit elkaar. Je had het overkwartier, het kwartier van Roermond. Dat viel er uiteen in een aantal bestuursdistricten. Het ambt van Kessel, het ambt van Horst, het ambt van Montfort. En vanuit kasteel Montfort werd dat gebied Montfort, van Belfeld tot en met Nieuwstad, bestuurd door een drossaard. Dat was een hoge ambtenaar door de hertog aangewezen. En dat waren allemaal mannen. Maar die drossaarden die zorgden ook voor een stuk financiering voor die hertog. Want die hertog had er allemaal achterstallige betalingen. Maar die drossaarden die konden goed verdienen. Want die roomden dat wel af van de belastinginkomsten. Ja. Maar als die drossaard stierf, dan moest er vaak nog voor een kapitaal afgerekend worden. En voor de time being werd het dan goed gevonden dat de weduwe van de drossaard dan het gebied bestuurde. Oh. Dus toen drossaard Willem van Vloderop overleed, heeft zijn weduwe Cecilia van Hamal heeft dat overgenomen. En rond haar hangt zo'n legendeverhaal dat ze in een kasteeltje in de Doord, een natuurgebied bij Echt, ja. Waarvan maar überhaupt de vraag is of daar ooit een kasteel gestaan heeft, maar dan zeggen degenen die erin geloven, ja, maar dat is met een vloek van de duivel verzonken. Ja, ja, ik vind dat civiel technisch nog wel een uitdaging. maar laten we maar even aannemen dat dat waar is. Dan is het verhaal dat... dat Cecilia van Hamal te lang is blijven vertoeven. Oh. Tegen advies van haar wachters in. Want die zeiden, laten we naar het veilige kasteel Montfort gaan. Ze is daar overvallen door roofridder Robrecht van Arenberg. Oh. En heeft daar het leven gelaten. En ja, de juffrouw zonder kop doet al vermoeden wat daar gebeurd is. Ja.
En van haar gaat het verhaal dat ze in de schaduw van de Grauwert, de hoofdtoren van kasteel Montfort, haar schat begraven heeft. Oh. En, bent u al gaan graven? Of? Ja, het nadeel van in de schaduw van zo'n toren is dat die schaduw... Die gaat rond. Precies. Dat is een goeie. Ja, en misschien is het ook maar goed dat we hem niet vinden, want dan is het verhaal weg. Ja, het verhaal levendig houden. Precies. En in de toren zit een steen met daarin wat beweerd wordt twee handafdrukken. Waarvan er één van de juffrouw zonder kop zou zijn en één van de duivel hemzelf. Nou, dat moeten we gaan bekijken. Ja, ook cultuurhistorisch is interessant. Dit zijn Swerels eerste handtekeningen. Daarvoor werd dan met zegelstempels gewerkt. Ja. Dat is vrij letterlijk. Ja, dat is goeie. Meneer Koenen, ik vond het een heel interessant gesprek. Is er nog iets niet aan bod gekomen dat u zegt van dat moeten we nog bespreken? Nee, we hebben de vrijwilligers genoemd. We hebben de mogelijkheden voor hier feesten, partijen, overigens ook vergaderingen. We zijn nog één torenkamer geschikt maken, dat je daar bijvoorbeeld met 10, 12 man een mooie heidag kunt verzorgen. En dat doen we in samenwerking met een plaatselijke horecaondernemer, dus we hebben het totale scala. En wat we nog niet genoemd hebben, wel de tuin, maar je kunt vanuit hier ook prima wandelen en fietsen door de heerlijkheid Montfort. Nou, dat is een goed idee. En dan is er nog een campuskamer? Ja, die gaan we opknappen. Want dat is vernoemd naar iemand die hier heel veel inzet heeft vertoond. Ja, het portret van hem hangt achter je op de muur. Zullen we daar naar kijken? Dat is helemaal goed. Dat is Hannes Kemkes. Hannes Kemkes, inwoner van Montfort, 1980 overleden. Ik meen 1906, rond die tijd geboren. Gewoon boer geweest, gemeenteraad gezeten, wethouder geweest. En een van de oprichters van Heemkundevereniging. En die heeft zich de laatste 10 jaar van zijn leven eigenlijk fulltime ingezet voor die ruïne. Die toen een steengroeve was. Om het verval te stoppen. Ja, nou dan is dat, heeft hij die eer verdiend. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Nou, tot ziens. Het was een interessant gesprek. Fijn dat jullie er waren. Nou, hartstikke mooi. Tot ziens, de volgende keer. Dag, tot ziens. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.